Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Maar wie is Hielke Penteman? Ja, Hielke Penteman is 30 jaar, woonachtig in Tubbergen. Ik woon samen met mijn vriendin Wies en we hebben een dochtertje Pip. Nou, in het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut. Ik studeer nog specialisatie kinderen. En ik voetbal komend seizoen bij Excelsior 31. Komend seizoen is dus bekend. Wat niet bekend is, is jouw voetbalcarrière. Hoe is het allemaal begonnen in Tubbergen? Nou, het is bij TVC in Tubbergen allemaal begonnen als klein jochie. En via de jeugd van Twente heb ik daar nog een jaartje in tweede gespeeld. In totaal 8 jaar. En ben ik 4 jaar Twente bij Deto terechtgekomen. 3 jaar gespeeld en toen ben ik opgepikt door HSC 21. En via HSC 21 ben ik naar Harderberg gegaan. Heb ik een aantal jaren gespeeld. En afgelopen jaar ben ik daar vertrokken. Heb ik een half jaar bij Achilles 29 gespeeld. Daarna een half jaar bij FCZW. Dus het begint een beetje op een clubhopper te lijken. Maar ik hoop dat ik nu op de plek ben waar ik de komende jaren speel. Nou, ik speelde bij HSC, hadden we een hartstikke mooi jaar. We werden kampioen en we wonnen de beker. En dan komt HSC. Nou ja, goed, die club was voor mij al wel bekend. Ja, dat is op zaterdag en dat is natuurlijk een voordeel. Vind ik zelf. Zaterdag spelen en daarna kan je lekker in je eigen gang gaan. En, maar ja, dat is gewoon een grote club met veel supporters. Daar heb ik geen moment over getwijfeld. Het is misschien wel de beste amateurclub van het Oosten. Ja, misschien wel van Nederland. Van Nederland, maar ze spelen gewoon. Het is echt een top amateurploeg in Nederland. En dat doen ze al een aantal jaar. Daar spelen ze in de top 4 mee. En het is wachten tot ze een keer kampioen worden. Na HHC kwam Achilles 29 Groesbeek. Hoe ging dat? Ja, die uitdaging wilde ik aangaan. Dat was niet zo moeilijk. Ik kreeg nog een keer de kans en ik dacht van, als ik dat met mijn werk kon overleggen, dat was ook een beetje mijn insteek hoor. Om dat te doen, dan doe ik dat. Dat was eigenlijk wel een heel mooi half jaar, maar een heel zwaar half jaar. Want je moet 6 keer per week op en neer, uur en 3 kwartier was een enkel reisje in de auto. Ja, en op een gegeven moment brak me dat wel een beetje op. Ik speelde wisselend. Ik maakte wel mijn doelpuntjes en dat ging op zich wel prima, maar dan weer basis, dan weer niet basis. Mijn vriendin was zwanger, ik zat met mijn studie, mijn werk en het was een beetje een optelsom. En dan blaas je jezelf eigenlijk een beetje op, waarna ik eigenlijk samen met Achilles heb besloten om in de winterstop uit elkaar te gaan. Ja, was het heel anders, de Jupiler League? Ja, het is anders. Ik dacht altijd vanuit de topklasse dat het Jupiler League, dat verschil niet zo heel groot is. En dat is misschien 1 wedstrijdje in de beker of zo, in de Amstel Cup, niet het geval. Maar over 36 wedstrijden is dat wel wat anders gewoon. Het is een totaal andere belasting. Je komt tegen allemaal fitte spelers. Dus dat vond ik ook nog wel een klein verschil hoor. Ja, dan maak je bekend dat je wilt stoppen bij Achilles 29. En dan staat waarschijnlijk de telefoon niet stil. Nee, dat was druk inderdaad. Maar mijn idee was wel om gewoon dichter bij huis te gaan. Ik had ervoor kunnen kiezen om in de topklasse verder te gaan. Maar dan moest ik verder weg met reizen. En daar had ik op zich niet zo heel veel behoefte meer aan. En toen heb ik hier ook met Excelsior een heel goed gesprek gehad. Ja goed, en toen ook met FCZW. En dat was ook een beetje dubben. Wat ga je dan doen? En uiteindelijk heb ik voor FCZW gekozen. En dat was gewoon een geldkwestie. En geen clubkwestie. Je kiest als speler natuurlijk voor de club Excelsior. Maar ja, als jij daarin maandelijk zoveel meer kan verdienen en dat gaat niet om 100 euro. Ja, was die keuze voor mij niet zo heel moeilijk. Goed, dan kom je bij SVZW en wat tref je daar aan? Je treft een groep jongens. Ik vond eigenlijk in het team best wel oké. Ik vond niet dat er heel veel gezeur was. Maar je merkte wel dat er weinig vertrouwen was. En dat er gepresteerd moest worden. Het enige wat het hele seizoen wel een beetje doorgedobberd heeft, is dat iedereen dacht dat het wel goed kwam. En ik denk dat dat de grootste valkuil is geweest voor de degradatie. Ja, inderdaad. Dan degradeer je met SVZW. Eigenlijk had niemand dat verwacht. Vriend en vijand niet. En dan krijgt men plotsklaps het bericht. Hielke Penteman gaat weg bij SVZW. Of moet ik zeggen, moest weg bij SVZW.
Het was niet mijn keuze om daar weg te gaan. Ik ben niet iemand die op het moment dat we degraderen daarvoor wegloopt. En zeker niet, want ik heb zelf ook onvoldoende daar gespeeld. Ik heb daar in 10 wedstrijden 2 doelpunten gemaakt. Vier keer op de paal en 4 keer op de lat en een paar grote kansen gemist. Dus mijn bijdrage was daarin gewoon onvoldoende. En dat was ik me ook bewust. Maar ik had een weekje voordat ze me de tweede telefoontje brachten, had ik daarvoor een goed gesprek gehad. Ik wist helemaal nergens van. En dan word je 3 dagen voor de tijd gebeld dat ze eigenlijk per direct uit elkaar wilden. Omdat ze op bestuurlijk niveau niet op 1 lijn zaten. Voor zover er van bestuur sprake is. Ja, want wat brachten de tegenstanders dan naar voren? Waarom moest je dan eigenlijk weg? Ja, dat werd me niet verteld. Kijk, het is wel bekend. Kijk, ik verdien daar natuurlijk... ik had een contract wat gewoon goed was, zeg maar. Maar wat uiteindelijk de reden is, dat is me niet verteld. Ze wilden eigenlijk per direct uit elkaar. Dus we zijn op tafel gegaan en we waren daar zo uit. Dat gebeurt op, denk ik, een ongelukkig moment. Want de overschrijvingstermijn bij de amateurs is dan bijna verstreken. Ja, dat is natuurlijk een dramatisch moment. Alle selecties zijn rond en dan hoop je nog dat je... dan ga je wel bedenken, dan maak je wel zorgen van waar ga ik nou terechtkomen. Ik heb wel wat telefoontjes gehad, ook weer van verder weg, maar daar had ik geen zin in. Ik heb hier al vaker gesproken met Excelsior. Dus ik heb met Mark van Lossen, had ik even kort appcontact en zijn we om tafel gegaan en dat was snel klaar. Wie appte als eerste, Excelsior of Hielke Penteman? Hielke Penteman appte als eerste. Dat denk ik ook terecht. Ze hebben me 3 keer eerder gebeld en dat is prima. Ik wil hier graag spelen en ik hoop hier belangrijk te kunnen zijn. Dat we komend seizoen in ieder geval boven en meer gaan draaien. Er zit zoveel kwaliteit en creativiteit in het elftal dat ik daar als speler denk ik goed in pas. Ik weet wel wat ik wil en daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Ja, je gaat spelen met rug nummer 9. Dan denk je van dat wordt de spits. Maar je gaat hier waarschijnlijk weer op nummer 10 spelen. Ik heb geen idee. Ik wist niet eens dat rug nummer 9 mijn nummer was eigenlijk. Nou, dat nummer boeit me niet zo heel veel. Bij Achilles had ik 11 en bij Deto had ik 2. Ja, dus ik heb nog nooit... bij HSC heb ik rug nummer 10 gehad en verder nergens. Dus het rugnummer maakt niks uit. Maar ik ga natuurlijk voor mijn nummer 10 positie. Maar goed, het kan ook prima ergens anders op het middenveld zijn. Hangt een beetje vanaf hoe de trainer wil dat we gaan spelen. Daar kan hij me met meerdere opties wel voor gebruiken, denk ik. Ik heb in de jeugd van Twente ook eerst op 10 gespeeld. En ik kwam steeds verder terug te spelen op het middenveld en ook nog centraal achterin. Bij Deto heb ik ook centraal achterin gespeeld, maar ook op 10 gespeeld en op rechts en links half. En tot ik bij HNC in de 20 kwam en Paul Krabbe me zei van je kan eigenlijk in de hele as spelen. Maar ik zet je gewoon neer waar ik denk dat je nodig hebt. En dat was met name in het tweede seizoen heel veel op 10. En daar begon ik heel veel doelpunten te maken. Waarna HNC mij oppikte. Ja, welke spelers ken je eigenlijk van Excelsior? Nou, de meeste spelers ken ik eigenlijk wel. Ja, je hebt er natuurlijk een aantal jaar tegen gespeeld. Patrick Jurgens ken ik persoonlijk denk ik het best. Daar heb ik bij HNC natuurlijk jaren mee gespeeld. En de jeugd van Twente mee gespeeld. En we zaten altijd bij elkaar in het busje. Dus Patrick ken ik het best. Jongens als Patrick Gels en Nick Davina. Ja, dat zijn voor mij ook jongens die bekend zijn. En misschien vergeet ik er nog wel een paar. Maar ik ken de meeste jongens wel. Speelt Excelsior 31 het spelletje waarvan jij zegt, dat ligt mij wel? Ja, het is een voetballend team. Ze willen voetballen. Er zit veel creativiteit. Dus kijk, met mijn diepgang. Ik ben niet een speler met een dubbele schaar. Maar met mijn diepgang denk ik wel dat ik gaten voor hun kan maken. En dat ze me ook op het juiste moment weg kunnen steken. Zodat we doelpunten gaan maken. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reisen.